een hele bijzondere en een hele leuke, spannende dag vandaag. We gaan een wereldrecord verbreken. Eigenlijk die van Jack White. Van dat hij in 3 uur en 55 minuten en 12 seconden van studio naar store een vinylplaat ging maken. Welkom allemaal. Heel leuk dat jullie er zijn. Het besef dat alles direct-to-disc is en dat het publiek ook deel uitmaakt van die opname, dat maakt het natuurlijk extra spannend. Waar ik gisteravond ineens aan dacht was, oh, er zijn natuurlijk ook technische dingen die mis kunnen gaan, zoals een snaar die breekt of dat een mal uit de handen valt of zo. Ik verwacht dat we dat record gewoon gaan breken. Zijn jullie klaar? Ja! Gek genoeg ons allerlangste nummer van 23 minuten. Het is eigenlijk begonnen als twee nummers die op een bepaalde manier bij elkaar pasten, maar ook weer helemaal niet ofzo. Verschillende toonsoorten, verschillende tempo's. En dat wordt dan rechtstreeks op een vinylmal gesneden. Normaal als je in de studio zit, dan neem je op en dan gaat het naar een computer of een bandrecorder. Maar dit is heel speciaal, want het gaat direct. Alles zit erin. Leven, de dood, de liefde, reïncarnatie, God, de duivel. En toen dacht ik echt, oké, dit is echt ons magnum opus. En daarom was het ook best wel vanzelfsprekend dat we dit nummer vandaag zouden doen. Over 3 uur pas waarschijnlijk verkopen we het. Kijk, hopelijk we zijn op 40 minuten nu. 6 minuten moeten we nog. Nu is het inderdaad best wel een beetje chaos. Er gebeurt van alles, platen worden gewassen. Ik hoor allemaal hydraulische apparaten. We zijn al redelijk overprikkeld op dit moment. Ja. We hebben het artwork ook vandaag gemaakt. En dat wordt dan het hoesje van de plaat. Die zijn wel die foto. Die mal die gaat dan uiteindelijk naar de vinylpersen. Die wordt dan gebruikt om allemaal bolletjes vinyl tot een plaat te persen. En dan zitten alle groeven erin. Vet! Yeah. Wow. Wow. Hij is goed! Jack White heeft gereageerd, hè? Wat? Jack White heeft gereageerd op onze post. He wishes us the best of luck. And he hope we don't break the record, literally. Dat we zo van de plaat breken. Ik heb veel meer plezier gehad dan waar ik op had geanticipeerd ofzo. Kijk al die mensen, we kunnen gewoon voor 15 euro een plaat kopen die echt letterlijk nog warm is van de pers.